Wat is voor u de mooiste herinnering aan Ruud Lubbers? Nou, behalve het politieke natuurlijk. Maar ik ben 8 keer zijn we elkaar tegengekomen. Want hij speelde in de hockeyclub Leonidas. En ik bij hockeyclub Tempo 34 in Rotterdam-Zuid. En wij speelden altijd, hij speelde altijd bij ons 100% incognito. Ik kan me nog een feest herinneren in de Ridderzaal in 1976 met Joop de Uyl. Ja, dat is een tijd geleden hoor, 1976. Zijn ongelofelijke benaderbaarheid enerzijds en zijn passie anderzijds. Zowel voor waar hij toen mee bezig was, duurzaamheid, maar ook voor de stad. En ik denk dat wij als Rotterdammers een heel groot Rotterdammer verloren hebben. Ik vond dat Ruud Lubbers Nederland een schwung heeft gegeven die tot op heden nawerkt. Want Nederland zat in de jaren 70 en begin jaren 80 zat helemaal in slop. En Ruud met zijn no-nonsense aanpak heeft Nederland in een beweging gezet die nog steeds voortduurt. Dat hij een no-nonsense was. Gewoon een goede econoom die kijkt naar kosten en baten en wat de stad nodig had. Hij heeft Rotterdam ook mede op de kaart gezet, ook door de wederopbouw van Rotterdam. Daar heeft hij ook inderdaad in die tijd aan meegeholpen. De manier waarop hij optrad, gewoon recht door zee. Nee, ik vond dat hij eigenlijk voor het hele land was. Niet speciaal eigenlijk van Rotterdam. Hij zette zich in voor het totale. Nou, hij heeft natuurlijk toen hij zijn kabinetten in de 70 en 80 jaren leidde, heeft hij heel erg duidelijk een soort zakelijke manier van de politiek oppakken, heeft hij geïntroduceerd. En met alle onrust kunnen we daar denk ik vandaag de dag heel veel van leren. En dat beeld van niet lullen maar poetsen, dat heeft hij zo heel duidelijk in de praktijk gebracht. Op enig moment toen Ruud niet meer in functie was, ook niet voor de Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen, heeft hij voor de stad een en ander willen doen. En hij noemde dat onder het motto van de stad heeft veel voor ons gebracht, heeft ons ver gebracht en ik wil wat voor de stad terug doen. En hij werd aandeelhouder in de NV Stadsherstel Historisch Rotterdam voor een aanzienlijke bijdrage. En daar hadden wij weer allerlei bijzondere projecten in Rotterdam aan te danken. Monumenten konden op dat moment hersteld worden. En daarvoor zou ik nu nog steeds willen zeggen, dankjewel Ruud.